geld op de goede golf. Er is dan een toestel, dat heette de PeopleSat en kwam uit Engeland. En het is een batterij iPhone. En als je ziet hoe moeilijk dit soort dingen te maken was voor die tijd en nu nog. En dat werd dan gemaakt in hele grote persen. Hier heb ik zo'n pers staan. En om zo'n toestel te kunnen persen, dus hier lag dat toestel dan in die vorm. Daar kwam dan de bakelietpoeier in, dat werd verwarmd. En dan werd dat naar beneden geperst tot een dun pakketje. Want je kunt dus aan de binnenkant kun je dus zien hoe dik dat maar is. Dus hier zat een hele mal in en bovenop kwam nog een mal en er zat dan die poeier in. En dat werd dan met een kracht van 500 kilo per vierkante centimeter. Om zo'n toestel te kunnen persen was 1 miljoen kilogram nodig om zo'n toestel te kunnen persen. Dus dat was niet even van dat gaan we even doen. Dus er waren hele grote machines voor. Dit zijn machines die stonden op de Velite fabriek in Eindhoven bij Philips. Maar daar kom ik dadelijk nog even op terug. Door die ontdekking van meneer Bakeland kwam opeens een heel nieuw tijdperk van eigenlijk modern plastic was dat. Het was hittebestendig, het was zuurbestendig. Dus er kwam een enorme marktontwikkeling in. Van, onder andere voor in onze branche de bakelieten stekkers, de stopcontacten, zelfs de deurkrukken, de wc-brillen. Dat kon men plotseling allemaal ervan maken. Maar natuurlijk ook de prachtige mooie radiotoestellen gebruikt voor tafeltjes, asbakken. Dit kon men er allemaal mee maken. In 1930 kwam Philips met de introductie van Velite, want wat was namelijk het probleem? Hier heb je een toestel van Philips staan. De voorkant is van bakeliet. En de zijkant is van eboliet. Maar omdat Bakeland het patent had van bakeliet, mocht Philips eigenlijk die naam niet voeren. En toen heeft Philips in 1930 een schrijver rond laten gaan. Onder het mom de introductie van de naam Velite. En zo ontstond dan in Eindhoven de Velite fabriek.